Vanavond staat op het programma Karel viert de tango. Precies. Wat voor soort stukken gaan we vanavond horen? Nou, eigenlijk vier ik nu met deze nieuwe productie, waar we de theaters mee ingaan komend seizoen, 40 jaar bandoneon spelen en 40 jaar tango muziek. Ik ben in 1984 begonnen hiermee, toen ik een bandoneon ontdekte. Die heb ik gevonden omdat ik een Argentijn ontmoette in het Vondelpark die voor mij een bandoneon uit Buenos Aires haalde. Want hier was het instrument niet te vinden. Dus uit die 40 jaar spelen we allemaal prachtige stukken. Allemaal oude tango's, nieuwe tango's, Piazzolla stukken, ook eigen composities. En het heet echt Karel viert de tango. Hè? Dus het is niet alleen maar tranen, maar het is ook, ik hoop, lachsalvo's. Nou, dat hopen wij ook. Het is natuurlijk één bijzonder moment geweest in uw carrière. Het traantje wat Maxima moest wegpinken. Ja. Hoe heeft dat eigenlijk uw kijk op de tango beïnvloed? Nou, eigenlijk het verhaal van Maxima past naadloos in wat tango voor Argentijnen betekent. Want tango is muziek van emigranten. En ook in de familie van Maxima, als er mensen voor lange tijd naar het buitenland gingen, zoals zij ooit naar New York is gegaan, of elke keer werd dan die prachtige tango Adios Nonino op de draaitafel gelegd. Dus tango is eigenlijk altijd muziek van mensen die ontheemd zijn of die heimwee hebben naar het land waar ze vandaan komen. Dus dat betekent tango eigenlijk voor de Argentijn nog steeds. In de oudste tango, Al Choclo, maar ook in Adios Nonino van Astor Piazzolla. En hoe heeft de tango zich ontwikkeld in de loop van de decennia? De tango was natuurlijk eigenlijk een van de eerste vormen van wereldmuziek, zoals we het tegenwoordig noemen, world music. Beïnvloed door Afrikanen, die tegen hun wil als slaaf naar Zuid-Amerika zijn gevoerd en die hun ritmes meebrachten. Door mensen uit Argentinië zelf, de indigenes, de oorspronkelijke bewoners. Maar vooral de Europese emigranten. En dan praat ik over violisten uit de Oekraïne, Duitsers die een bandoneon meenamen, Fransen, maar vooral heel veel Italianen, Spanjaarden, Engelsen. Van alles kwam daar in die grote stad Buenos Aires, net zoals de emigratie naar New York. Dus al die muzikale invloeden hebben geleid tot een soort smeltkroes en dat zijn ze tango gaan noemen. Nou, ik wens u vanavond veel plezier en ik hoop dat we mogen genieten van prachtige klanken. Ja, dankjewel. Aan het weer zal het volgens mij niet liggen. Nee, het weren we absoluut mee. Het is nog geen Argentijnse temperatuur, maar we komen wel een eind in de richting. Ja, fantastisch. En ik wens het festival heel veel succes, dat we nog veel mooie edities mogen volgen.